with God. You are not right with God as long as you commit sin. Dit is een valse kerk, meneer. De Bijbel waarschuwt over de vele valse leraren die zullen komen in de laatste dagen. Ja. Er zijn vele dingen die hier gebeuren die tegen de Bijbel gaan. Hoerenloperij, dronkenschap, feestvierende studenten. Al die dingen. Die studenten die geven hier onderwijs, onder andere aan jeugd. De jeugd hier die spot en die spot en die rookt en die blaast rook in het gezicht van ons christenen. En dat is de vrucht van deze kerk. En de leiding hier ken ik persoonlijk. Ken ik persoonlijk. Vervloekt bent u, mevrouw. En dat is een slecht iets. De Bijbel zegt ook, we zullen niet vervloeken. Jazeker. God vervloekt mensen die hun geweten verschroeien. En de dingen die hier gebeurd zijn, zijn ernstig genoeg. Ja, ik kom uit de volle evangelie. Ja, maar de volle evangelie is een valse beweging. Ja? Ja, dat is een valse religie. Dat is een duivelse religie. Oh. Het is of God gehoorzamen. Nee, maar wat voor stroming staan jullie ervoor? Geen bepaalde denominaties. Wij zijn normale christenen. Oh. Ja, en wij preken tegen homoseksuelen, die onder andere hier verwelkomd worden. Wij preken tegen islam. Wij preken tegen feminisme, wat hier ook veel gebeurt. Wij spreken tegen lafhartige mannen. De Bijbel heeft een kelemites, vervrouwelijkte mannen. Wanneer een man zich draagt als een vrouw. Wanneer vrouwen het voor het zeggen hebben in de gemeente. Of wanneer, al deze dingen, daar preken wij tegen. En natuurlijk, wij staan in de stad, wij gaan naar houseparties of... wij gaan voor een café staan waar ook mensen die hier komen aan deelnemen. En wij preken tegen dronkenschap, wij preken tegen ontucht. Alles wat de Bijbel zonde noemt, hoererij. God gebiedt ons om te stoppen met alle zonden. Niemand wordt geboren als zonde. Niemand wordt vergeven als hij van plan is te blijven zondigen en elke dag zondigt. Geen vergeving is mogelijk. God is intolerant. Ja. We moeten weten, God haat de mens die zonde doet. En de mens wordt in de hel geworpen en niet de zonde alleen. En dus horen wij te doen wat God ons gebiedt. En ons af te scheiden van de werkers der ongerechtigheid. En dus ook deze plekken te vermijden. Want ja, zoals de Bijbel zegt, de valse leraars die er nu al onder ons zijn, waar Paulus het over had. Dat is precies wat hier gebeurt. De stoorvogels nodigen charlatans uit. Dat zijn mensen die het hindoeïsme introduceren in het christendom. En dan zie je mensen schudden en beven op de grond. Misschien u komt van een volle evangelische gemeente. Bent u daar wel bekend mee? Als niet, dan kunt u wat filmpjes kijken. Het vreemde vuur of vuur in de kerken. En u ziet mensen demonisch bezeten zijn. Ze hebben hier vele leringen die door elkaar lopen. Maar dat is onder andere wat er ook gebeurt hier. Nou, ze geloven in gebedsgenezing. Ja. De leider, de oprichter van deze kerk, Wim Stoorvogel, die is gestorven aan kanker. Dus blijkbaar is dat niet dat God altijd geneest. Maar het feit is dat de genezing toen bepaald bedoeld zijn voor de eerste eeuw. En dat is voor Jezus, om te laten zien dat hij God is en niet voor nu. Wij horen mensen te preken. Waarom staat hij in de Hebreeuwen? Jezus Christus is dezelfde. Ja, hij is dezelfde. Ja, omdat hij was de levensboom en hij is dezelfde, altijd al geweest. Dan zal hij dezelfde zijn. De eeuwige priesterschap. De gemeente ook dezelfde. Nou ja, dat is wat je gemeente noemt. Als je gemeente noemt een stel zondaars, dan heb je een verkeerd idee van een gemeente. De heiligen, de rechtvaardigen zonder aarde. Geredde zondaars. Nee. Een geredde zondaar is een duivel. Er is niemand, niet zoiets als een geredde zonde. Je bent gered van je zonde of je bent nog in je zonde. En als je gered bent van je zonde, dan zondig je niet meer. Zo simpel is het. Je bent of van God of van de duivel. Of een kind van God of een kind van de duivel. Maar elke dag te strijden met de zonde. Nee, alleen een duivel kan zondigen elke dag. Geen christen strijdt met de zonde elke dag. Dus jij, ja, vlees en geest heb je. Ja, en wij leven in de geest en niet in het vlees. Ja. Wij volgen niet de dingen van het vlees. En ik heb een lichaam en ik ben geboren in een lichaam. Prijs Jezus. Ja.
En dus moet je onderscheiden hiervan, want ik waarschuw. Bidden helpt niet zoveel als je zondigt elke dag. God hoort de gebeden van de zondaars niet. Dat is ernstig. Er zijn mensen die, die zondigen elke dag hier. En dat doen ze door hun daden, hè, door hun acties. Je kunt wel zeggen te geloven, maar demonen geloven en zij zitten. Dat betekent niet zoveel. Ik weet één ding wel, die zonder zonde is werpen de eerste steen. Ja, nou ja, ik kan stenen werpen als ik wil, maar ik ga het niet doen. Nee. Want er is een tijd van genade. Een tijd van genade dat God niet iedereen uitroeit zoals hij nu zou doen. Ik bedoel, als God niet zo genadig zou zijn, dan zou het waarschijnlijk nu al lang branden en dit is een hoop as zijn. Ja goed, het is maar goed dat ik van een afstand sta, want het kan hetzelfde gebeuren met Sodom en Gomorra's hier. En homoseksualiteit is een gore, walgelijke zonde. Niemand wordt geboren als homoseksueel. Niemand wordt geboren als een moslim. En dat wordt hier geleerd. So how was it, brother, in the VBG te Groningen? What did they do? They tried to put me away from the building. Ah. Yeah. So what do you think I went through the first time? Do they want to listen to the gospel or do they hate the gospel? They hate the gospel, yeah. They hate the gospel. They love their sins, don't they? Yeah, absolutely. They ignored you all the time or not? How long have you been preaching now? Maybe it was about the 20 seconds, 30 seconds maybe. Good. And it's very fast for them to say, oh, well, maybe go now. And I try to put them away, but they... Yeah. Yeah. They're wicked people. In hell. Go ahead. You know, if you defiled your temple, God will destroy you. Wie is geschapen met een schoorsteen op zijn hoofd? Geschapen met een schoorsteen op zijn hoofd. If you commit sin, wie? Part of your father, the devil. Ik ga gewoon naar de hel. Ah, er is genoeg reden om naar de hel voor te gaan. Oh, waarom dan? Ah, alleen om hierheen te gaan. Waarom is het slecht? Wel goed als je een moordenaar. Ik hoor niet als hij er doorheen schreeuwt. Kun je zeggen dat hij even stil is? Want ik hoor niet als hij er doorheen schreeuwt. Go ahead. If you are a sinner, you will be in hellfire. Ah, doen we het achtergrondonderzoek. Hellfire is a place for Kundalini. New Age. Zoek maar eens op YouTube. Ja, zoek maar eens op. You are to stop your wat er op YouTube staat is niet wat van God. Jesus said, jawel. Go and dit sin dood en leven, dat is van God. Staat op YouTube. You go and sin some more, you will be in hell. Dat is van Satan hoor, ik ben God. Ja, dat heeft you God need in de Bijbel. Ik heb het erop, God heeft het erop gezet. Dood en leven. Maar wij leven met wat in de Bijbel staat. Op YouTube. Op YouTube staan dingen die er op de Bijbel staan. Hey. Dat is nieuw. Is dat jullie geleerd werkelijk? Dat je niet op YouTube moet gaan? Misschien heeft de duivel dat wel opgezet. Nee. God heeft dat erop gezet. God heeft dat erop gezet. Ja, maar misschien heeft hij dat er wel opgezet. Om ons te laten zien dat dat van de Jezus is. Maar dat is niet zo. Ja, je moet niet je leraars geloven. Kijk, er zijn pedofielen. En die kunnen zeggen van luister vooral niet naar mensen die zeggen dat pedofilie verkeerd is. Maak dat het goed. That's a very stupid thing to do. You have to stop your smoking. All smokers will be in hell. You're not a Christian if you smoke. Stupid. Dit is de VBG jeugd. Wicked. Hard on it. You need to realize that you are a sinner in danger. You are to stop your sinning. I think this is the youth that have been brainwashed. It's been taught not to listen to us. What did they say to you? I said there's nothing wrong with smoking. They said. They've been brainwashed.
They said we can't look on YouTube because everything on YouTube is evil. But whatever is happening in here, that's perfectly fine. Yeah, that's how they've been trained. That's how they think. Voor het aanraken van een meisje, als je dat ongepast doet. Maar als je vergeving vraagt, dan is het toch goed? Vergeving is voorwaardelijk. Wat bedoel je? Voorwaardelijk. Zijn geboden houden. En als je dus elke dag zondigt, dan word je dus niet vergeven. En dat was ook in Jesaja 1 vers 13 tot 15 is een goed voorbeeld. Van een volk dat God niet meer vergeeft. Nee, op dat punt niet meer. Op een bepaald moment dan heb je geweten zo verschroeid, dan vergeeft God je niet. Voor je zonde. Omdat de intentie corrupt is. Omdat de intentie daar niet is om, zoals veel van deze volwassene mensen die niet de intentie hebben om te stoppen met een zonde. Niet de intentie hebben om onderscheid te beoefenen. Of dieper in te kijken over wat er precies geleerd wordt. En wat er zoal gebeurt. En stel, ik bedoel, iemand die heeft heel erg last van een porno. Hij wil echt mee stoppen. Hij doet het elke dag weer. Alleen hij vraagt wel elke dag oprecht te geven. Eerst let op je woorden, wat je zegt. En tweede is, Jezus zei, als je hand je verleidt tot zonde, hak het af. Het is beter dat een van je lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel je lichaam en je ziel in de hel geworpen wordt. Dat is hoe serieus Jezus het neemt. Het is nu stoppen. En het is dus geen proces, het is niet langzaam stoppen, het is meteen, vandaag. Jij kunt vandaag de straat oversteken en overreden worden. Je kunt een dronkaard tegenkomen en een messteek krijgen, weet ik wat, in de nacht. Die dingen kunnen er gebeuren. Je leven is je niet zeker. Je moet het heel serieus nemen. Be ye therefore perfect. Wel voor om weer te geven wat er gebeurt. YouTube en ja. Ja, dat kan. Perfect. Ja. Als ik dat nou niet wil. Daar hoef ik geen toestemming voor. Daar hoef ik jouw toestemming voor niet nodig. Nee. De vrijheid van de pers. Leer maar eens. De vrijheid van de pers, leer dat maar eens in te kijken. Ja, maar ik vind het niet erg, maar stel als ik het heel erg zou vinden, dan is het dan niet goed om mij YouTube te zetten. Dat kan. Die vrijheid. Nee, die vrijheid hebben we. Want ik geef de informatie weer, ik geef weer wat er gebeurt. En dat is voor mij belangrijk. Dan is het gewoon oké om mijn gezicht op YouTube. Ja, absoluut. Net als jij filmt in de stad. Dus ik mag nu gewoon een foto van jou? Ja, absoluut. Ja? Ik mag gewoon allemaal foto's van iedereen maken en dan overal erop zetten. Wat zeg je dan? Lachen. In mercy and in truth, iniquity is cursed, but by the fear of the Lord, man depart from iniquity. Volgende keer als ik iemand op foto zet en je dat niet wil, die moet gewoon zijn mond houden. Is hij Engels? Op openbaar terrein, hè? Is hij Engels? Waarom praat hij dit? Ja, hij is Engels. Hij praat Engels. Ja. Dat was hem gisteren. Moet hij dat zo praten? Ik serieus. Ja, dat heet preken. Dat is wat er echt gebeurt. Oh, heel veel mensen luisteren. Jullie luisteren nu. Op dit moment luisteren jullie nu. Ik let eigenlijk niet op wat hij zegt. Ik wil luisteren naar jou. Nou, luister toch eens een keer iemand naar jou. Want eerst kan ik er ook niet voor staan. Je moet Engels leren, dat is wat ze niet doen. Het probleem is, ze leren niet meer wat mensen moeten leren. En als christenen staan voor hun geloof, dan zou de islam niet binnenbrengen zoals ze nu doen. Weet jij zeker dat je christen bent? Ja, als je geweten volgt. Wat als je wat volgt? Als je geweten volgt. Maar die volgt mij niet. Nee, je kunt je geweten ook verschroeien. Dat is dus gewoon niet meer luisteren naar je geweten. Maar wat doe jij? Dat kun je doen. Maar wat doe jij? Nee, dat doe ik niet. Nee, zondag. En hoe lang ga je nou hiermee verder? Het is een beetje onzinnig dit. Nou, zolang het nodig is. Zolang het nodig is? Ja. Ja, dan ben je al lang bezig. Zoals Wim Stoorvogel zou branden in de hel. Ja, ik geloof ook echt. Ja, Wim Stoorvogel is een corrupte fan.
Wim Stoorvog heeft letterlijk bloed aan zijn handen. Wist je dat hij mensen heeft laten vermoorden? Ze hebben naar Afrika gestuurd, heel onverantwoordelijk. Met een vals evangelie. Wat was hem? Dat die mensen het ook wel vrijwillig hadden gedaan hoor, dat ze naar Afrika gingen. Wel, in die zin hadden ze vrijwillig zich onderworpen aan Wim Stoorvogels leer. En dat is een heel dom iets om te doen. Dus ja, zeker. Dit is dom. Ja, dat is dwaasheid voor jou die verloren gaat. Go ahead, brother. Ik weet ook niet meer wat ik moet geloven. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Het is heel verwarrend hier. Het is toverij, hè? God, Jesus, forget your life. Slechte ouders. En ik heb de plicht om mijn informatie weer te geven. Dat is een beetje het idee van wat ik doe. En dus gesprekken te hebben. Met mensen die gesprekken naar mij toe komen om gesprekken te hebben. En dat vast te leggen. Want ik wil een idee hebben van wat hier gedaan wordt en geleerd wordt. En wat mensen denken. Pas op wat je zegt. Je hebt het tegen een heilige. Je hebt het tegen God zelf. Absoluut. Vertegenwoordiging van God. Absoluut. Oh, ja, maar dat is het gevaarlijke eraan. Alles wat je zegt tegen hem, of mij, dat zeg je indirect tegen God. Helemaal. Absoluut. Ja, maar niemand luistert nu. Wij hebben gewoon een gesprek met u. En hij schreeuwt er. Jullie luisteren. Ja. Daar ga je al. You are sorcerer. You will burn in hell. Witches. Nee, ik ben niet geboren. Dat is rebellion is as witchcraft. Yes, Leviticus. Leiding en werkers. Heb je van de duivel als opdracht gekregen? Nee, want de duivel wil je laten zondigen. De duivel wil jou in deze kerk hebben. Wat is er nou weer in zonde om De duivel wil je goed laten voelen, hè? Waarom is het nou weer in zonde om naar deze kerk te gaan? Omdat die valse leer gepromoot wordt. Het goed laten voelen. Nee, het gaat gewoon met mooie liedjes zingen. Bij elkaar komen om gezellig te zijn. Nee, het gaat om het geloof. Daardoor ga je naar de kerk, omdat je gelooft. Nee, je hebt een plicht in dit leven. In deze wereld om mensen van de zonde te overtuigen. Om een heilig leven te leven. Om afgezonden te zijn van de wereld. Niet gelijk aan de wereld. Je in principe te lijden. Dus het is niet een makkelijk leven als christen. En daarom wilden veel mensen dat ook niet. En daarom gaan ze naar dit soort kerken. Ze willen horen wat ze willen horen. Ja, absoluut. Wij hebben helemaal geen makkelijk leven. Absoluut. Wat is dan geen makkelijk leven? Vertel me jullie verschrikkelijke problemen. Wat zou je liever hebben? Naar deze kerk gaan we op straat. We hebben given a dus dat is dit wel makkelijk. Ja, in dat principe, maar het is niet makkelijker als je... From evil. Kan het right wel leven. Wrong. Ja, dat zegt hij niet. When you have developed your conscience, you are guilty. Ga weg bij deze kerk, volg je ouders niet. Leer je Bijbel te kennen, vreest God en houdt zijn geboden. De hel is geen grap. De hel is eeuwig. Deze mensen gaan erheen. Branden in de hel. Net als die frituurpan. Alleen dan een heel stuk warmer. Een heel stuk warmer. Dat is zoiets als een solarvlam. Dat is niets vergeleken met de hel waar jij heen gaat. Slappe mannen, halve homo's. Lafaards. Stop met het afstoten van christenen.